Hey, hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Voor ik met deze video begon, heb ik mijn microfoon van mijn arm gebroken. Ik weet niet wat ik het heb gedaan, maar ik was iets aan het fixen en hij is eraf gebroken. Dus fucked up, denk ik. Dus, ik ben net een week in de Ardennen geweest met Get Owned en het was super leuk. Yes, een heel leuke week gehad, toppie. Als je nog niet naar het channel hebt gekeken, het is zo'n beetje Expeditie Robinson-achtig. Dit is de mol, wie is... het is zo'n beetje dat, maar dan maar gamers, en we doen heel veel fucked up shit. Deze plakker in mijn nek is ook van Get Owned, dus daar kan je nog niks van zeggen, want als ik iets vertel wat ik niet mag zeggen, dan moet ik 150.000 euro betalen omdat ik zwijgplicht heb. Jee, leuk. Dus het was een leuke week. Maar ik heb ook een paar dingen gefilmd, zoals dit is het zwembad. We got a swimming pool, man. We got a swimming pool right there. Got some jacuzzis right there. Dit ben ik die in het zwembad springt. Yeah! What the fuck? Fucking nice. Besef dit, dit is gewoon de fucking fitness. Dit is fucking cool. En we hebben ook een sauna. Ja, oké. Oké, dus we hebben ook een sauna. Dit is de sauna. Kijk, show even, doe even rondleiding in de sauna. Yo, welcome to my crib. Yo, MTV crib. Yo, jullie hebben steen of zo. Yo, maar kunnen Chinezen ook in sauna's? Ja, tuurlijk, alleen maar. Oké, we checken deze shit straks uit. Dan gaan we hier in met kleren. En dan doen we de zo lang mogelijk met kleren in de sauna zitten. Dat is een goed idee. Kijk, deze guy is hier ook. Hij is gewonnen, nice! Kijk, hier hebben we dus een paar jacuzzis. En deze boys geloven niet dat deze dingen aanstaan. Hij staat echt aan, ja, hij staat wel aan. Doe hem volledig open, trek hem open. Trek die fucking, trek hem open! Trek hem open! Doe! Doe! Ja, right! Doe ik help me, ik help een handje, ja? Wacht even. Oké, kijk. Auw, arm! Oké, wacht. Hij hangt nog vast. Oké, hang hem zo. Oh, lekker. Shit! Zullen jullie nog iets... Kijk, deze puist heb ik gekregen in de Ardennen. Dus ik blame Get Owned voor deze puist. Fuck jullie allemaal, de moeder. Het was een hele leuke week. Ik heb veel dingen kapot gemaakt. Zoals een deur. Daar zijn er wel beelden van, maar die mag ik niet tonen. Ik heb de deuren getrapt. Nice. En ook ben ik mijn telefoon alweer verloren. Dat is mijn vierde telefoon van 2017. Deze keer was het de Samsung A5. Wow. Hoe is het gebeurd? Wauw, ik was aan het douchen en opeens gebeurde dit. Ja, dus... Het is gewoon echt een ace-hit actie, hè. Ik moest gewoon even schijten en dan kom ik hier. Oké, dus ik heb net gedoucht en ik heb het helemaal opgefokt, want mijn telefoon... Oké, kom gewoon mee, ja. Ik toon jullie het cool. Kom mee. Ik wil gewoon douchen, ouwe. Check. Dus, er speelt maar één liedje in de douche en ik kan het ook niet verzetten. Mijn telefoon ligt achter de douche. Wat? Hoe de fuck heb je dat? Waar is die? Wat? Daar, ligt die. Huh? Hè? Mijn telefoon ligt daar. Hoe flik je dat nou weer? Hier opgelegd en is er doorgezakt. Dus ik kan het liedje ook niet afzetten ofzo. Er zit nu een stereo in de douche. Keihard. Wel, ik kan deze muur er makkelijk uitdrukken. Kijk, het ziet er gewoon oké uit, maar... Omdat je hebt geplast in onze douche gisteravond. Dat was jij! Jij zat te pissen. Ja, dus ik heb het volledig verneukt. Ik heb mijn telefoon niet meer. Die ligt nu... Broer. Mijn telefoon ligt achter de muur. Jij, je hebt het toch wel af... Hebben Chinezen geen dingetje om te doen tegen... Heb je af... Jij hebt geplast in die douche. Jij zat te pissen, ouwe. Ik zag je zo over die wijfles pissen. Ik zei nog, spoel af. Ja, tuurlijk. Maar ik heb gedoucht in een andere douche. Ik douche nog even lekker, Chinees. Ja, jouw pis. Wat? Jouw fucking pis. Welk pis? Jij gisteren had gedaan. Ik weet niet waar u het over hebt. Oh. Deze man was gisteren zo dronken, hè? Wat? Nee, dat kan je niet zeggen. Oh. Niet. Deze man was gisteren niet dronken, hè? Ik wil gewoon een half uur douchen en een half uur haar bier wel luisteren. Oh, wacht. Of gaan we jacuzzi? Ja, ik heb net gedoucht. Ik ga nu niet weer in de jacuzzi. Ik was niet dronken gisteravond, maar hier toch wel beelden van gisteren. Je hand. Nee, oké, ik ga vol. So guys, I'm Casey Neistat. Ik heb geen geld meer. Nee, kijk. Je vriendin en je liefde en je shit, als je dat hebt gevonden, dan kan wel wat je echt... Ik heb de lekkerste vriendin. Wat? Mijn telefoon is gewoon achter het douche gevallen. What the fuck is er mis met Wallonië? Waarom laten jullie lucht tussen de douchen? Ik was gewoon rustig naakt aan het douchen. Ik douche naakt. Ik was rustig aan het douchen en opeens valt mijn fucking telefoon tussen die douchen. Ja. Weet je hoe kut dat is? Als je op reis gaat en je verliest de tweede dag je telefoon. En eigenlijk weet je heel de week waar je telefoon ligt. Maar je kan hem gewoon niet pakken omdat het niet kan. Het enige wat ik kon doen was die douche slopen en dan mijn telefoon nemen. Maar hey, ik had al een deur kapot gemaakt. Dus ik kon niet nog een douche slopen. Snap je? De verzekering dekt niet alles. Wel veel, maar niet alles. Wat ik ook nog kan melden is dat iedereen mij niet geholpen heeft om mijn telefoon te nemen. Iedereen lachte mij uit omdat ik een kutbelg was. Ook deze kut Chinees die je salto doet in het bed. Ik probeer weer op te lichten.
Oh, je bed is nat. Nee. Hij lachte mij ook uit. Ja, dus ik kon in deze vlog ook nog een beetje beelden gebruiken van Gio om meer views te krijgen. Het probleem is dat ik Gio niet echt heb gefilmd deze week, omdat ik vond dat gay was als ik... Oh, fuck. Waarom heb ik hem niet gefilmd voor views? Shit. Ben je nu nog niet gesubscribed op het channel van Get Owned? Doe dat dan even. En als je dat niet wil doen, doe dat dan niet. Maar ik zou zeggen, doe het wel, want het is echt kwalitatief goed. Bedoel, we hebben video's gemaakt met Veras. Bedoel, het is Veras. Veras. Snap je? Het kan niet slecht zijn. En als dat nog niet genoeg zou zijn voor jou, er zijn ook giveaways. En je kan t-shirts winnen, denk ik. Veel, veel t-shirts met mijn handtekeningen op van ons. Dat jullie iets boeit, maar je kan t-shirts winnen. Dus hey, smash ook een duimpje op deze video. Want vanaf vandaag upload ik weer dagelijks. Wel is het allemaal een beetje moeilijker doordat deze fucking microfoon kapot is. Hey, maar you did great, Nathan. You did great. Kijk, dit is waar gebroken is. Ik wil dat jullie het kunnen zien. Het is daar zo afgebroken. En dat is fucked up. Dus om nog even deze video af te sluiten met een leuke quote. Ik ga naar Viet. En als je me daar ziet, dan hoop ik dat je me ziet. Want anders zie je me niet. En dit is een wack beat. Maar dat boeit me niet. Yes. Dus subscribe even op het channel van Get Owned. Het was een hele leuke week. Ik heb fucking harde shit gedaan. Ik heb echt fucking vette dingen gedaan. Eigenlijk, er komen video's online 3 per week of zo. Go check it out. Dik shout out naar jullie. Dik shout out naar Vodafone om die week mogelijk te maken. Dik shout out naar iedereen. Bedankt. Philosophy. Bedankt. Hanwe. En bedankt aan iedereen die hier ook was. Thanks. Dat was het, denk ik.